Hoi, hoi, we staan vandaag in Walibi, Belgium. Halloween seizoen is weer begonnen. En ik wil jullie graag een kijkje laten nemen in het Freaky Pizza Festival. Dus eigenlijk een pizza solo die omgebouwd is naar een buffetrestaurant nu tijdens de Halloween periode. Dus we gaan even naar binnen gaan. Voilà, dus we komen hier binnen. Een eerste scène. Dus ja, er zijn echt wel een paar heel leuk gedecoreerde stukjes in het restaurant. Dus zoals daarnet gezegd, is het een buffetformule. Dus je kan hier eigenlijk vrij de pizza's nemen. En er zijn eigenlijk verschillende soorten. Je ziet hier Dracula, Boo, Monster, Spooky, Spider. Het zijn eigenlijk allemaal wel een beetje speciale pizza's. In die zin niet de gewone pizza margherita, maar allemaal verschillende toppings. Ze smaken zeer goed. We hebben er al een aantal genomen. Ook drank is inclusief. Dus je krijgt een beker. Ze komen onmiddellijk naar tafel om te vragen wat je wil drinken. En ze komen nadien ook nog vragen of er nog iets is. Dus je kan perfect... En kijk eens hier! Ja, de pizza boy himself. Ja. Voilà, ziet hij er niet prachtig uit? Ja. Jam, jam, jam. Dus ja, hier worden de vers bereide pizza's gemaakt. Dat is ook wel tof. Hè. Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een personage hier. En er zijn een aantal mensen die hier in de zaal vrij rondlopen. En die interactie gaan met het publiek. Dus eigenlijk niet zo heel veel zeggen, maar heel tof. Voilà, dit is Florence. Oh. Dus ja, heel leuk dat er hier een scène ook in het restaurant plaatsvindt. En dan hier. Ja, het restaurant kan eigenlijk ook nog groter gemaakt worden. Maar het zit nu niet vol. Dus je kan ook nog... hier kunnen ze het ook nog uitbreiden. Voilà, dus er zijn meerdere personages die hier rondlopen. Die ja, vind ik een beetje vreemd, de stoelen verwisselen, jassen verwisselen. Maar ook ja, die in interactie gaan met de mensen zelf. Ik denk een stuk of vier personen die hier rondlopen. En dat maakt toch ook dat er hier eigenlijk wel een zeer toffe ambiance hier in het restaurant hangt. Lichtjes zorgen ervoor voor sfeer. Voilà, en dat is de master himself. Alles in orde, hè? Alles in orde. Voilà, dan gaan we hier afsluiten. Bedankt om naar deze video te kijken. En dan zie ik jullie graag in de volgende video terug. Ciao. Ciao, ciao.